Ik ben Talat en Guruli is onder andere de Guruli Concept Store, de webshop en nog heel wat andere dingen waar ik weinig over kan vertellen of mag vertellen. Het zijn dingen die nog in ontwikkeling zijn, dingen die nog gaan komen, maar dat zullen mensen zelf wel ontdekken. We zijn begonnen als een webshop, 5 jaar terug. Toen inderdaad wat guerrilla-acties gedaan, de naam Guruli zit er eigenlijk ook al een beetje in verstopt. Het was in een tijd van dat heel veel Comme des Garçons en dat soort merken ook guerrilla-shops hadden. Toen dachten wij van naast op zich wel een interessant iets. Alleen dan vonden mensen schijnbaar zo leuk van dat af en toe bij ons terechtkomen. Ja, dat is iets van ja, waarom geen echte winkel? En dat was een goede vraag, waarom geen echte winkel? Daar zijn we ook hard over gaan nadenken. En toen had ik ook doorgehakt samen van ik en Domi van laten we dat gaan doen. En toen was Frank Guruli geboren. De merken die we doen is een heel grappig verhaal. Het begon uit dat we alleen maar merken wilden waarvan wij dachten van die stralen een bepaald imago uit en nog belangrijker een bepaalde ideologie. Vooral met het idee van dat we eigenlijk niet zomaar een winkel wilden hebben waar je zomaar producten kan kopen. Zoals de Berlijnbanen op de Kalverstraten. Alleen maar wat massaproductie. We wilden echt hele unieke spullen hebben. En dan het liefst ook merken die er een beetje over hadden nagedacht van wat het achterliggende verhaal bij zou moeten zijn. Merken zoals Mont de Guerre, die inderdaad een hele ideologie erop nahouden. Maar ook streetwear merken als uit de hoek van de E-Lijf gasten. En met name dat heeft ons een beetje teleurgesteld. Vooral de Amerikanen zijn een beetje geldwolven. Veel merken zijn inderdaad heel commercieel gegaan, van MOB tot en met E-Lijf. Erg jammer, dus onze shift ging al snel naar Japan. Japanners zijn nog steeds trouw aan hun eigen waarde, trouw aan hunzelf. En dat zijn wij ook, Guruli. De meeste merken die we doen, doen we exclusief voor Nederland en veelal ook natuurlijk exclusief voor Rotterdam. Dat is de insteek geweest vanaf het begin en zal ook de insteek blijven. Je moet naar Guruli omdat het speciaal is. Niet omdat je het overal zou kunnen krijgen. Als je een lifestyle wil volgen, kan dat overal wel. Als je echt iets speciaal voor jezelf wil, moet je naar ons toe. Wij doen aan identiteitsvorming, niet aan lifestyles. Onze merkenkeuze begon eigenlijk als een soort van trip rond de wereld. Je had eigenlijk naar Guruli moeten kunnen gaan en daarna de hele wereld kunnen beleven. We begonnen met merken als Mont de Guerre, wat uit New York komt. Vervolgens pakten we Pam erbij, wat uit Sydney kwam. We gingen daarna door naar Japan, waar inderdaad een original fake vandaan komt. Ga zo maar door van Singapore, van Futura. Hoe niet waar het lag en we haalden het wel hier naartoe. En op een gegeven moment is dat iets minder geworden, dus nu probeer het eigenlijk in 3 niveaus op te splitsen. Hoge mode en iets lagere mode. En daarbij de enige kanttekening Japan. Japan neemt een andere functie in. Japan die heeft ook een soort van scheid. Die heeft scheid aan de catwalks en dat soort dingetjes. Dus die presenteren kleding die eigenlijk over de catwalks heen gaat en er nog scheid aan hebt ook, zeg maar. En die door de catwalk wereld moet begrepen. Een original fake and doing is boos club vallen best wel uit de toon. Als je kijkt naar wat normaal gepresenteerd wordt door Armani. Armani die heeft een catwalk show, daar doen deze jongens mee. En ook wel merken als Mont de Guerre en Comme des Garçons. Dat zijn merken die inderdaad op zich nog wel aan catwalks doen, maar op zo'n bizarre creatieve manier. Dat zijn ook de uitvinders van groeiachtige stores en dat soort dingen. Die hebben niet die mentaliteit van dat het op de normale manier zou moeten gaan of dat iedereen zou moeten kennen. Het is, als je het kent, dan ken je het, dan is het voor jou en hou het ook voor jezelf. Ken je het niet, ja, dan ken je het niet en dan is het niet voor jou bedoeld. En dat vind ik een goed fenomeen van niet alles is voor iedereen bedoeld. En een Guruli is niet voor iedereen. Als je ervan houdt, houden wij van je terug, hou je niet van ons, nou, dan houdt het op.
hoogtepunten voor mij waren het binnenhalen van het merk Brunette Roasted Ice Cream. Dat is een merk waar ik 2 jaar achteraan heb gezeten. Sinds de dag dat we een webshop waren waar we het merk hebben. Vanwege de inspiratie ook van Bading Ape die we hadden gebruikt. Ik zoiets van, dat is een merk die ik moet hebben. 2 jaar lang achteraan gezeten van Nederland uit begonnen, doorgezien naar Engeland, toen naar Amerika, toen naar Japan, uiteindelijk weer naar Amerika terug, totdat opeens de opening in Londen terecht kwam dat ze een Europese distributie gingen doen. Toen inderdaad uitgenodigd voor een gesprek, waarbij ze zeiden van ja, mooi niet. Toen heb ik hun uitgenodigd naar de store, zeiden ze nog steeds nee, mooi niet. Toen kwamen ze een dag binnen en zagen ze de store en toen was het van let's do business. Want toen begrepen we elkaar als geen ander eigenlijk. Voor de zekerheid zijn ze nog heel Nederland gaan rondkijken, want zo zijn die mensen. Ja, dat is zoiets van ja, het zal wel leuk zijn wat je nu vertelt. En we zijn ook zwaar onder indruk, maar wat als er iets beters is, dan gaan we voor het beste. We zijn heel Nederland afgegaan. Ik noem geen namen, maar het zijn inderdaad de winkels die we allemaal kennen. En ja, met trots kan ik inderdaad zeggen dat toen inderdaad werd gezegd van nee, er is gewoon geen competitie. Jullie krijgen het, zeg maar. En er is geen ander mogelijk. Vervolgens hebben we onze vriend Concrete erbij betrokken en die is toen Amsterdam gaan dekken. En dat is meer om een soort geografische dekking te hebben. Andere hoogtepunten die ik zelf op merkenniveau vind zijn Original Vape en Nom de Guerre. Nom de Guerre is voor mij het toppunt van hoge mode. Opnieuw uitvinden van kleding, het opnieuw uitvinden van het snijden van materialen. De hoogste kwaliteit haalbaar omdat het in Japan gemaakt is. Stoffen waar je echt aan moet voelen om te begrijpen hoe het in elkaar zit. Ik vind het zo simpel dat het gewoon zo geniaal is. En daar schuilt het ook vaak in het geniale, in het simpele. Derde hoogtepuntje was voor mij de lancering van Brunette Boys Club Ice Cream in Nederland. Vooral zelf was daarbij aanwezig. Heeft ze 1,5 uur lang in de store doorgebracht. Half uurtje met de pers, half uurtje met klanten en half uurtje met inderdaad de mensen die de meeste liefde voor het merk tonen, de customers. Dat is een event wat we zelf mochten opzetten en wat we inderdaad vlekkeloos hebben uitgevoerd naar hun zeggen. Ze waren erg tevreden en op basis daarvan zijn we dat door gaan zetten. We hebben vervolgens ook de clips gedaan, dat was meer mijn partner die daarmee bezig was. Die is naar Amerika gegaan en heeft geregeld dat ze inderdaad voor een kleine meeting die ook hier aanwezig zouden zijn naast een optreden in Bitterzoet. We hebben pas nog een absoluut vodka party gehad. We waren te gek uit, zoals met gratis vodka, gratis muziek van Don Diablo. De hele store die je nu ook om je heen ziet, sommige toven het één grote club. Discoballen, keihard muziek en weer onze grote vrienden van de politie die ons lastig aan me vallen, maar ja, we zijn really dead bescheid aan. En zo is het rijtje hoogtepunten bijna eindeloos en ik denk dat er ook heel veel gaan aankomen. Dus ik zou zeggen, blijf het ook vooral volgen op de website. Er zijn vaak dingen die we niet eens aankondigen. Er gebeurt te veel om alles, zeg maar, netjes te kunnen aankondigen. Blijf ons gewoon in de gaten houden en blijf ons volgen. Twitter.